Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Jullie zien het achter mij. We zijn in België. Een tijdje terug hebben wij een video opgenomen van de hardste knallers in België. Dus we waren echt op zoek naar wat is het hardste knalvuurwerk wat we nu nog kunnen krijgen. De video was niet online gekomen, dus ik ga jullie deze beelden laten zien alsnog. Maar weet dan wel dat er een aantal knallers bij zitten die niet meer te koop zijn. We gaan nu de winkels in, zien jullie die beelden. En daarna gaan we naar locatie om die dingen af te steken. Even met Des naar de volgende winkel, jongens. Zenaatje. Zenaatje. Ook even kijken voor wat leuk spul. Laten we maar naar binnen gaan. Kijk dan. We nemen jullie even mee naar wat we precies hebben. We hebben eigenlijk, zoals de titel doet vermoeden, hebben we de hardste knallers gehaald die we tot nu toe konden zien of konden krijgen in België. Volgens de winkel zelf zijn dit de hardste die ze nu verkopen. Waaronder, daar ging een tasje, zag je het? Dieptebom, 20 stuks, die heb ik nog nooit gehad. En nou, dus op camera. Op camera niet inderdaad, maar daarom vond ik het wel tijd worden. 20 stuks van de Pyroshop. Wat ook van de Pyroshop is, zijn Supero's. Dus allemaal F2 hier. Oh, daar zit eentje uit. Hoeveel zitten er hierin dan? 10. 10? Ja. Even kijken. Zo. Nou, dat zijn deze nitraatjes. Oude vertrouwde. Superootjes. Die gaan we ook even hier afsteken. Vlindermommetjes. Het is lekker koud aan het worden, jongens. Dat betekent dat de auto nieuw er echt zit aan te komen. Bij de nitrate van Zena. Nitraten, weet ik veel het nut. Voor mij zijn die kerel nitraat, hè? Nitrate. Nou, dat zijn gewoon die oude vertrouwde nitraatjes. Zoals jullie kunnen zien, kijk. Wel kruidlek. Ja? Maar we gaan ze even testen zometeen. Zit er hoeveel in? 20? Ja. Zena nietjes. Ook in de aanbieding. Zien die dan eigenlijk er exact hetzelfde uit als die nitrate? Ja. Eigenlijk wel. Bijna wel, hè. Nou, dat gaan we ook even vergelijken. Wat we ook hebben, is deze jonge kerel. De Super Gatitos XL. 10 stuks. Nou, dat zijn dus gekleurde vlindertjes. Eigenlijk voor vrouwen. Van elkaar zo. Oh ja. Zie ik, wacht maar even. Ja. Ja. Wel een stevige lont, gek. Stevige lont. Groter dan het knalletje. En? Veiligheid. De Jumbo Titanium Cracker. 2.0, dat gaat wel bijna. Ook heel F2. Veel mensen kennen deze. Deze? Dit is een nieuwere versie. Klopt, ik weet wat je bedoelt. Vanwege die P-wetten, want eerst waren die veel harder, joh. En veel groter. Ja, dat gaan we testen. Zij zijn nu ook wel groot, maar... Langer. Of ze nu wat doen, is maar de vraag. Nou, we beginnen even met een superootje, jongens. Zonder staart. Hoppa. Hoe knalt die? Oh. Zena nitrate. Ik ben benieuwd. Zo. Wat is dat voor lomtrek? Het is geen pols hoor. Weet ik. Maar ik heb de vorige keer... Vroeger waren de knallers harder in België, hè? Ik heb veel klei gekopt de laatste tijd, gek. Of beton. Wel goede vertraging, hè? Ja. Hier. Een dieptebommetje. Zou die diep gaan of niet? Oh. Gatito. De vrouwelijke vlindertjes. Zo, die gooi je wel heel dichtbij, Goos. Ja, ze zijn heel erg licht, gek. Ja? Ja, man. Oh, oh ja. Ze zijn heel erg licht. Jumbootje. Deze komt van de Jumbo, hè? Dan was er maar zo'n feest. Dichtbij, dichtbij. Wat? Oh. Hoppa. Jumbootje. Zo, dat klei ligt hier tegen, Goos. Dan nietjes en dichter niet. Dichter krijgen ze niet, dan weten ze nietjes.
Zo, die ging dichtbij. Dat is niet, toch? Dat is ja, maar gek ook. Nog geen of is dat weer het lont? Die kant op? Ja. Ga goed mee, hè, die plasmaatjes. Ah, die, kijk dat licht. Dat licht is ziek, man. Zo. Zo wat? Vloog er een stuk naar je bek. Een stukje gips, hè? Dieptebom. Mooi bommetje. Die vlindertjes zijn gevaarlijk, man. Hoppa. Zo. Gelijk, bijna. Stokje. Vlindertje. Zo, die ligt heel dichtbij ook weer. Dat maakt niet uit, man. Jij dan? Zoveel, hè? Ja, echt, hè? Dat doe je mooi elegant, Mies. Zo, die ging laat. Mooi. Wey, oh. In Polen gaan ze sneller, hè? Ja, echt, hè? Niet normaal. Oh, de fietsen dat mensen lachen. Gewoon scholieren. Hoppa. Dat is nog wel hard, hè? Het eindje op de grond laten vallen. Pikkie. Zo, die liggen naast elkaar, joh. Zo. Zo, die kokken is hard, gek. Ziek. Yes jongens, dat was weer de stookvideo voor vandaag. Het begint net met regenen, dus we zijn net op tijd klaar. Toch Des? Ja. We zijn net op tijd klaar, alles opgestookt. We hadden denk ik in totaal 140 nitraat en vlinders. Als je het aan mij vraagt, de knallen gaan wat achteruit in België natuurlijk. Maar dat is ook niet gek, hè, met P1 en F2. Dus dat is de reden waarom het wat minder is. Maar alsnog kan je leuke knallers halen. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. En ik hoop dat jullie de Polenvideo's leuk vinden. Want er komen er nog veel meer aan. Leuk. Leuk. Oh, wat leuk hoor. Ja, dat was echt leuk.